Edson Arantes do Nascimento, dat is de echte naam van Pelé. Ja, Pelé is zijn bijnaam. Hij was een arme schoenenpoetser en op zijn 15e werd zijn voetbaltalent ontdekt. Veel mensen zeggen dat Pelé de beste voetballer ooit is. Hij heeft in zijn carrière 1283 goals gemaakt. Dat is een record. En hij heeft 3 keer het WK voetbal gewonnen met Brazilië. De eerste keer was hij nog maar 17. Pelé had nog veel meer talenten. Na zijn carrière is hij even minister van sport geweest. Hij heeft ook in een film gespeeld, schreef en zong zelfs liedjes. Basta olhar pro horizonte, pra uma nova esperança despontar. En hij kon gitaar spelen. Pelé steunde ook goede doelen, die er bijvoorbeeld voor zorgen dat straatkinderen naar school kunnen gaan. De hele wereld is in rouw nu. Stervoetballers Lionel Messi, Kylian Mbappé en Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld hebben op hun Insta laten weten hoe verdrietig ze zijn om de dood van Pelé. Brazilië heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Dat betekent dat heel het land rouwt om Pelé. Dinsdag wordt hij dan begraven. Merci om de video te bekijken. Vergeet niet om de video te liken. En abonneer je ineens ook op ons kanaal om niets van Karwei te missen. En check deze video's ook, hè.